door Jean Marsu in de vertaling van Hélène Ballings-Melis. Met medewerking van Mieke Verheide, Julien Vriends, Roger de Pape, José Janssens, René Pauwels en Janine van Brussel. Techniek, Jules Jacobs en Guy van den Einde. Regie, Wil Gijzen. Nu even deze bandopname beluisteren. En daarna niets meer. Jammer dat dit toestel ook geen filmbeelden kon opnemen. Wie bent u? Wat komt u hier doen? Oh, maar ik ken u. Commissaris Clary, zeker? Inderdaad. U bent... Diana, van het detectiveagentschap Gregory. Ah, zo, van het agentschap Gregory. Bent u betrokken bij de zaak Le Brouteux? Ja. 2 weken voor zijn dood had Le Brouteux ons met een onderzoek belast. Zo. Is dat de bandopnemer van Le Brouteux? Ja. Toen ik daar kwam, draaide hij nog altijd. Zelden hebben we de dood van een man zo precies kunnen vaststellen, tot op de minuut. Precies om 21 uur, 2 minuten. De moordenaar wist zeker niet dat Le Brouteux een pianospel opnam. Waarschijnlijk niet, nee. Wat nog niet zeggen wil dat hij niet in de kamer is geweest. Hebt u sporen ontdekt? Nee. Het gootpijpen stelen en rondom de villa was het één slijkpoel, maar binnen evenwel geen spoor van modder. Mag ik vragen wie u verwittigd heeft, meneer Clary? Jérôme, de huisknecht. Het was een vrije avond. Ja, zijn alibi is gecontroleerd. Vertrek om 19 uur naar de bioscoop en terug om 21 uur. En hij is in de bioscoop gebleven. Om 22 uur en 5 heeft hij het commissariaat opgebeld. Maar u, juffrouw, u... Wel, Le Brouteux had me opgedragen zijn omgeving in het oog te houden. Zijn vrouw? En zijn zoon en dochter. En? Ja, het is moeilijk om 3 personen tegelijk te volgen. Bovendien, Le Brouteux had me niet verwittigd voor een eventuele moord. Daar dacht hij niet aan. Hij had ongelijk. Zoals ik trouwens. Ja, hij had ongelijk zoals u zegt, maar ja. Had hij u in zijn villa uitgenodigd? Ja, een prachtige villa. Maar midden in de bossen van Fontainebleau. Wat een misantroop. Ik heb die man gekend. Een heer, juffrouw. Geniaal, zeker en vast, maar een genie met een vuile tong. Hij heeft me eenvoudig weg uitgescholden. Maar kom och, ja, laten we dat maar. Kent u de grote kamer? Ja, ik heb er opmetingen gedaan. Opmetingen? Van het venster links tot aan de piano meet ze 4,20 meter. Van het venster links? Hebt u dat geraden? Ja, ik heb geraden dat vanuit het venster links geschoten werd. Gefeliciteerd. Ik kan er zelfs aan toevoegen dat de moordenaar vooraf een stukje van 4 centimeter uit de ruit gesneden heeft. Links, in de hoek. Dat hebt u dus ook gezien? Wel ja. Juffrouw Diana, ik ben blij dat dit onderzoek ons bijeenbrengt. Dank u zeer, commissaris. Hebt u Jérôme ondervraagd? Natuurlijk. Heeft hij niets gezegd? Nee. Een uiterst voorzichtige jongen en dat is begrijpelijk. Ja, ik heb hem voor de dood van zijn baas ontmoet. Hij bracht me naar de deur. Toen zei hij, arme meneer Le Brouteux. Hij maakt prachtige muziek, maar heeft geen discipline. Ah, hij beschuldigde dus... Ja. Zoon en dochter. En ook zijn vrouw, die hij een ongebreidelde vrijheid schonk. Jérôme wantrouwde de familie dus. Ja, ik ook. Maar na lezing van het testament zullen we daar meer over weten. Ja, de notaris heeft me trouwens uitgenodigd om aanwezig te zijn. Dat belooft een knappe ruzie. Bent u met de wagen, juffrouw Diaan? Ja, commissaris. Oh, ik ben blij u tot bij meester Crusoe te kunnen voeren. Ik zal bij de deur van de studie op u wachten. Ah, meneer de commissaris. We wachten op u. Excuseer, meester Crusoe. Ik werd in Fontainebleau weerhouden. Mevrouw, juffrouw. Goedemiddag. Meneer Perry. Ik zal dus in uw aanwezigheid overgaan tot het openen en lezen van het testament van mijn cliënt, wijle de heer Le Brouteux. Mevrouw, wilt u de zegels even controleren?
Dat ziet er correct uit. Dat ziet er niet alleen correct uit, dat is het ook. Bij mij zijn documenten van de cliënten heilig. Ja, het zal niet lang duren. Die arme meneer Le Brouteux schreef al even weinig als hij praatte. Ik begin. Dit is mijn enig testament. Op het ogenblik dat ik dit schrijf ben ik gezond naar lichaam en geest. Dokter Goutard van Fontainebleau kan dit getuigen. Primo, men denkt dat ik rijker ben dan ik in werkelijkheid ben. Secundo, mijn vrouw Leonore is in geslaagd 10 miljoen te verspillen in 3 jaar tijd. Maar dat is een leugen, een grove leugen. Onderbreek me niet. Tertio, ik heb aan Jacqueline nog 10 miljoen gegeven. Zo, daar heb jij me nooit iets over verteld, meisje. Ik heb er nooit iets over verteld, omdat ik nooit iets heb gegeven. Dames, kom. Quarto, ik heb de schulden van mijn zoon betaald ten belopen van 12 miljoen. Prachtig, 12 miljoen mama. Schulden. Mama, dat is een valse beschuldiging. Quinto, ik oordeel dus dat mijn familie al meer dan voldoende heeft ontvangen. Sexto, ik schenk mijn villa, La Clairière, en de 9 overblijvende miljoen aan... Eigenaardig. Aan mijn trouwste vijand, Robert Guillemin. De verfoeilijke componist, wiens werken ik nooit heb willen spelen. Maar dat testament is door een onevenwichtige geschreven. Het is nog niet alles. Aan Robert Guillemin, op 3 voorwaarden echter. Ten eerste, hij mag gedurende 6 maanden geen noodmuziek op papier zetten. Ten tweede, hij zal zich bezighouden met het kweken van konijnen, waarvoor hij trouwens aanleg had. En ten derde zal hij mijn trouwe dienaar Jérôme in dienst nemen. Dat is onwaardig, dat testament betwisten wij. Septimo, indien je mij weigert, gaan de villa en het geld naar het gesticht van Fontainebleau. Ja, dat is het. Het testament is gedateerd op 7 februari van dit jaar, dus iets meer dan 2 maanden. Hij heeft gezworen mij gek te maken. Wij betwisten dat testament. Wat vind jij, Jacqueline? Dat spreekt vanzelf, mama. Belachelijk, onvoorstelbaar en vreemd. Meester, is het testament geldig? Ja, het is geldig, maar kan betwist worden, meester, meneer Paul. Meester, verschrikkelijke voorbeeld van ondankbaarheid. En daar was ik mee gerust. Nee, wij moeten het testament winnen. Natuurlijk winnen we dat. Arme Guillemin. Die Le Brouteux heeft zijn leven tot het einde toe verknoeid. De erfgenaam heeft geen plezier beleefd aan zijn miljoenen of zijn villa. Aan de miljoenen niet, maar aan de villa wel. 17 dagen. Hij werd de 24e vermoord. Le Brouteux, Guillemin. Zal het bij die twee blijven? Ja. Waarom zou Le Brouteux vermoord zijn? Naar mijn mening vreesde de echtgenote, de zoon of de dochter, dat de miljoenen snel zouden slinken. 1 van de 3 heeft de moord gepleegd. Grote desillusie, Guillemin erfde. Dus werd Guillemin gedood, waardoor de erfenis terug in de handen kwam van de natuurlijke erfgenamen. De familie Le Brouteux? Denkt u dat? Door zich in de villa te installeren heeft Guillemin misbruik gemaakt van zijn rechten. De onmiddellijke erfgenamen hebben er zich tegen verzet. Zelfs indien die ongelukkige een testament zou hebben gemaakt, had het toch geen waarde. Als hij verdwijnt, komt de erfenis terug aan de familie. Ja, maar de weduwe van Guillemin zal vast een proces inspannen. En zij zal het verliezen. Ik heb bij de lezing van het testament aandachtig naar de tekst geluisterd. Le Brouteux heeft niet geschreven: ik onterf mijn vrouw en mijn kinderen in het voordeel van Guillemin. Nee. Hij heeft gezegd: ik legateer aan Guillemin. Ja, dat is een nuance die aan de moordenaar niet is ontsnapt. U verdenkt dus een van de Le Brouteux. En Jérôme de huisknecht? Hij kwam zelf niet in aanmerking voor de erfenis. Hooguit moest de erfgename hem in dienst nemen. Ik zal hem natuurlijk wel ondervragen. Toch lijken mij 2 moorden nogal een zware prijs voor een villa.
En voor 9 miljoen oude francs? Er is voor 100 maal minder gemoord. Hallo? Oh ja, goed, ja. Ja, laat binnenkomen. Het is de familie Le Brouteux. Wat zou ik doen, ze apart of allen tegelijk ontvangen? Is deze ondervraging officieel? Nee, ze verschijnen vrijwillig. Op het einde van het onderhoud zal ik wel zien of ze voor de onderzoeksrechter moeten komen. Dus er is niets tegen dat ik hen ondervraag? Nee, maar ze zijn ook niet verplicht te antwoorden. Wel, we zullen wel zien. Ik zal praten, neem u nota. Het tegenovergestelde zou juister zijn. Maar daarom niet nuttiger. Goed, ik vertrouw je. Juffrouw. Meneer commissaris. Gaat u zitten, Julie. Dank u. En excuseer me, ik heb een dringend werkje te doen. Juffrouw Diane wil u enkele vragen stellen. Met welk recht? Gaat u zitten, mevrouw. U ook, juffrouw Jacqueline. Gaat u zitten, meneer Paul. Ik werk voor het detectiveagentschap Gregory. 2 weken voor zijn dood heeft meneer Le Brouteux een beroep op mij gedaan. Op u? Inderdaad. En hij heeft me gezegd, ik wil de politie niet in deze zaak mengen. Ik heb een hekel aan schandaaltjes. Noteer dat ik me ongerust maak over mijn zoon en mijn dochter. Over mijn vrouw trouwens ook. Commissaris, ik ben niet op deze afspraak gekomen om me door deze vrouw te laten beledigen. Ik beledig u niet. Ik herhaal de woorden van wijle uw echtgenoot. En ik beschuldig u ook niet. Als u onschuldig bent, wat ik trouwens geloof, zult u gemakkelijk mijn vragen kunnen beantwoorden. De heer commissaris is trouwens akkoord dat ik ze stel. Mevrouw Le Brouteux, waar was u op 7 april om 9 uur 's avonds? Ja, de avond van de moord op uw man. 7 april. Ik sliep. Inderdaad, ik was erg moe. Ik ben thuis in Parijs blijven slapen. Mag dat soms niet? Ik was alleen thuis, zoals altijd trouwens. Een moeder door haar onwaardige kinderen verlaten, dat ben ik. En u, meneer Paul? In de bioscoop met mijn zuster, de Savoy Palace. En de 24e, toen Guillemin gedood werd? Ook in de bioscoop. Ja, het lijkt misschien gek, maar het is toevallig zo. Nee, het lijkt helemaal niet gek. De portier en de ouvreuse hebben het trouwens bevestigd. Voorstelling om 8 uur, einde omstreeks 10:30. Akkoord. Alleen, u bent er enkel langs gegaan om het personeel te bepraten. Ze hebben hun leugens trouwens al toegegeven. En dat is maar goed ook. U houdt uw alibi nog steeds staande? Goed. Laten we dan bij het begin herbeginnen. Is dat echt nodig? Mevrouw Le Brouteux, u wordt niet ondervraagd. U sliep. Oh. Paul Le Brouteux, waar was u de 7e 's avonds? Tussen 8 en 10 uur. Ik heb mijn vader om 8 uur ontmoet en ik heb hem een 30 minuten later verlaten. Dat zweer ik u. Jacqueline Le Brouteux, was u bij uw broer? Ja. Ging u geld vragen? Goed. Wie zwijgt, stemt toe. Het heeft trouwens geen belang. Toch wel. Hij heeft ons geld gegeven. Dat is belangrijk. Heeft hij jullie geld gegeven? Hoeveel? Ik wil het weten. Waarom? Wij hadden schulden. We hebben ze betaald. Schulden? Als mijn kinderen toevallig iets hebben, dan zijn het schulden. Daarover kunt u later ruzie maken. Thuis. Paul Le Brouteux, waar was u de 24e 's avonds tussen 8 en 10 uur? U zwijgt. Broer en zuster waren bij die arme Guillemin, nietwaar? Hadden jullie een afspraak met die dief? Hij heeft ons om 8 uur ontvangen. Mijn kinderen op bezoek bij Guillemin. Oh, ik heb het u toch altijd gezegd. We kunnen veel beter een akkoord sluiten dan het proces winnen. Meneer de commissaris, wij wilden met Guillemin tot een overeenkomst komen. En? Bent u tot een akkoord gekomen? Ja. Elk de helft. Elk de helft? Een halve erfenis in de handen van die dief? Mama, van zaken heb jij nooit verstand gehad. Kijk eens aan. Jij soms wel. Vreemd. Wat is er vreemd, juffrouw? Wel, dat de dood van uw vader en van zijn trouwe vijand telkens samenvalt met uw bezoek. Pardon, zij werden gedood na ons bezoek. Een 30 minuten later. Ja, bezoek om 8 uur, vertrek om 8:30, revolverschoten om 9 uur. Tot 2 keer toe. Een knappe titel. De moordenaar slaat toe om 9 uur. Hoe wilt u bewijzen, Paul Le Brouteux, dat u niet bent teruggekeerd om uw vader of zijn erfgenaam te doden? Waar was u om 9 uur stipt? Ja, stipt om 9 uur. Want u bent erin geslaagd onze aandacht af te leiden
om 9:15. Om 9:00 betaalde ik mijn schulden. Beide keren? Ja. Aha. En aan wie? Als we dit vertelden, zouden we een schandaal verwerken. En als u allebei voor het assise nog verschijnt, beschuldigd van vadermoord, zal het schandaal nog veel groter zijn. Nee. Ja, als het zover moest komen, zal ik spreken. En denkt u soms dat het niet zover zal komen? Nee, ik zou u zelfs de raad geven uw onderzoek in een andere richting voor te zetten. Ik heb de moorden niet gepleegd. En ik ook niet. Juffrouw Le Brouteux, wilt u me dan eens vertellen waar u was op de 7e en de 24e april? Om 9:00. Ik zwijg. Om dezelfde reden als mijn broer. Goed, goed, goed. U zult bij de onderzoeksrechter uw uitspraken kunnen herhalen. Hij zal met genoegen onderdak verschaffen aan de familie Le Brouteux. Achter solide muren. Hij zal ons vrijlaten, meneer de commissaris. Dat zullen we zien. Ik weerhoud u niet langer. Tot ziens. Mooie familie. Ach, spreek er mij niet over. Gaat u weg? Oh! Oh, wat ben ik dom. Wat ben ik dom. Wat is er? Lieve help, als ik maar niet te laat kom. Ik moet onmiddellijk vertrekken. Ja, maar zeg me dan tenminste waar u naartoe gaat. Moeilijk om dat aan de politiecommissaris te vertellen. Nee. Ik ga ergens inbreken in een huis dat u zelf hebt verzegeld. Nee. Ja, in La Clairière, de villa van Le Brouteux. Maar u bent gek. Ja, ik zal wel uw hulp inroepen, commissaris, maar u bent door uw beroepseed gebonden. Niemand mag zonder toelating van de onderzoeksrechter La Clairière binnengaan. Hoe lang duurt het om die toelating te krijgen? Ja, wacht tenminste tot morgen vroeg. Morgen vroeg zal het te laat zijn. En de zegels? U denkt ook niet dat ik langs de deur of het venster zal binnengaan? Dus gaat u binnen langs... Het dak, beste vriend. Wat rusten. Langs het dak. Ach, de duivel haal hem als ik nog ooit de hulp van een agentschap aanvaard. Als er haar maar niets overkomt. Goed, ik zal vannacht maar eens naar de villa gaan. Ja, die vrouw. Kaakslag, juffrouw, een kaakslag. Mij zoiets aandoen. Die Le Brouteux vrijlaten. Geen beschuldiging, geen aanhouding. De onderzoeksrechter is niet eens een beginneling die me eens goed de jas kan uitvegen. Juffrouw Dian, bij de volgende belediging dien ik mijn ontslag in. Vraag een kantoorbaantje bij het agentschap Gregory. U zult wel een goed woordje voor me willen doen, zeker? Uw uitstekende rapporten zullen u recht geven op de mondaine zaken. Na die uitbarsting zult u wel even willen luisteren, hoop ik. Het is geen uitbarsting, maar een explosie. En waarom? Mevrouw Le Brouteux heeft heel belangrijke kennis. Ach, die lap ik aan mijn laars. De gerechtigheid is hetzelfde voor iedereen. Bovendien hebt u geen enkel bewijs tegen de familie. Bewijs? Luister, vannacht wilde ik in de villa van de Le Brouteux binnendringen. Maar dat is u niet gelukt. Hoezo? Ik heb het huis bewaakt. U bedoelt dat u mij hebt bewaakt. Hoe lang? Tot middernacht. En dan bent u weer met de wagen vertrokken. Ik zal best maar geen goed woordje voor u doen, commissaris. Zelfs niet voor een baantje als loopjongen. Wat bedoelt u? De wagen die u zag wegrijden was de mijne niet. En ik zat niet achter het stuur. Nee, maar... Mijn beste commissaris, u durfde de villa niet benaderen. Ik ben er binnen geweest en ik had gelijk met haasten. Er was nog iemand op de idee gekomen het huis binnen te dringen, langs het dak. Ik zat binnen toen ik kwam. Hij, of liever, zij. Zij? Jacqueline Le Brouteux. Jacqueline Le Brouteux, de dochter van de overledene. Degene die de rechter niet wilde opsluiten. Maar wat had ze daar in godsnaam te zoeken? Precies wat ik zocht. U bent dus werkelijk binnen geweest? Natuurlijk, meneer Clary. Ik ben om 2:00 s'nachts in de villa geraakt. Langs dezelfde weg als juffrouw Le Brouteux. Dat wil zeggen, langs de dakgoot, via een ladder naar het dakvenster. En daardoor raak je vanzelf op de zolder. En van de zolder naar de studio van Le Brouteux is maar een trap. Gelukkig had Jacqueline niets gevonden. Maar wat zochten jullie in vredesnaam? De papieren van Le Brouteux. Ach, nu genoeg mysteries. We hebben toch al papieren verzameld? Allemaal. Behalve het geheim dossier dat hij in de piano had verstopt. Ja, ik had de bergplaats bij mijn eerste bezoek ontdekt.
Maar dat is het werk van de bende van Antonio, de specialist in chantage. Ja, de klassieke truc. Men provoceert jonge mensen tot het doen van enkele stommiteiten en dreigt daarna alles te zullen vertellen. Zoals u al zei, chantage. De jongelui betalen. Tenminste, zolang ze geld kunnen afzetten van hun vader. En de vader, wijlen de heer Le Brouteux, had besloten niets meer te betalen. Ja, daarom had hij mij aangeworven. Ik moest de jongelui en ook mevrouw Le Brouteux schaduwen om de oorzaak te ontdekken. Paul en Jacqueline in de klauwen van Antonio. Begrijpt u waarom ze absoluut willen bewijzen dat ze om 7 april om 8 uur geld ontvangen hebben van hun vader en op 24 april op hetzelfde uur een akkoord hebben gesloten met meneer Guillemin over de verdeling van de miljoenen? Ja, dat geld en dat akkoord bewijzen hun onschuld. Tenminste als het waar is. Laat me nadenken. Als de familie Le Brouteux de vader niet gedood heeft, wie had er dan belang bij zijn dood? En wie vermoordde Guillemin? Laat ons het probleem omkeren. Wie was bang van Le Brouteux? Antonio. Wie was bang voor de nieuwsgierigheid van Guillemin? Antonio. Die kerels zijn waarschijnlijk door een onvoorzichtig woord van de zoon te weten gekomen dat vader Le Brouteux vreselijke bewijzen tegen hem verzameld had. Die papieren. Ik heb u de kopij gegeven. En de originele? Weet u waar die zijn? Lees toch de randnota. Kopij van documenten overhandigd aan meester Crusoe, de notaris. Le Brouteux is voorzichtig geweest. Wat een geluk. Ja, tot nog toe had de bende van Antonio geen moord gepleegd. Daarom verdacht ik, zoals u en zoals iedereen, de familie Le Brouteux. Pas na de tweede moord dacht ik aan chantage. Ja, ik begin het te begrijpen. Ze hebben Le Brouteux vermoord om dat dossier te bemachtigen en daarna Guillemin om te beletten dat hij het zou ontdekken. En iedere keer hebben ze ervoor gezorgd dat de zoon en de dochter gecompromitteerd werden. Oude schijn was tegen hen. Dus dankzij de documenten bij de notaris zullen wij Antonio eindelijk te pakken hebben. En niks te vroeg als je het mij vraagt. Commissaris, ja, een mens kan niet aan alles denken. We weten nu waarom Jacqueline die nacht inbreker speelde. Maar voor wie? Ja, voor wie? Dat is waar ook. Voor wie? Lieve help, als de bende weet dat ze ontdekt is, is ze in staat die jonge mensen te doden. Commissaris, bel eens naar de onderzoeksrechter. Ik loop naar de notaris. Ik wil eens zien of die documenten bestaan. U hebt gelijk, er is geen tijd te verliezen. Bel me eens op als u iets weet. Akkoord. Hallo, meneer Tancard. Hier, Clary. Dag, meneer de rechter. Excuseer, maar ik had u willen vragen vertrouwen niet meer te stellen. Ja. Ik vrees voor het leven van Paul en Jacqueline Le Brouteux. Ja. Ik zal u direct uitleggen waarom. Maar wil u hen intussen voor hun eigen veiligheid onder aanhoudingsmandaat plaatsen? Ja, in hun eigen belang en in het belang van het onderzoek moeten we ze als verdacht doen doorgaan. Nee. Geen journalisten verwittigen, nee. Ja? Ja, degenen die het moeten weten zullen het wel weten. Goed. Ja, dank u wel. Ik kom meteen. Nee, maar juffrouw Diana, wat een verhaal, wat een geschiedenis. Dus zouden de dossiers van Le Brouteux hier in zijn koffer zitten? Maar natuurlijk, dat is zeker dat grote verzegelde omslag dat hij me 3 weken geleden heeft gegeven. U begrijpt, meester Crusoe, dat hij zijn voorzorgen heeft genomen. Ja, dat kan ik zeker begrijpen. De bende van Antonio. En dat werpt een heel ander licht op de zaken. Tussen haakjes, juffrouw Diana. Weet men wie die Antonio is? Een naam, een fabrieksmerk, zou ik zeggen. Oh, ik ben ervan overtuigd dat de kinderen Le Brouteux nooit contact hebben gehad met de leider van de bende. Ja, gewoonlijk is het zo met chantagebende. 10 armen en 1 hoofd, dat men nooit ziet. Maar dit keer zullen we het toch te zien krijgen. Daar twijfel ik niet aan. Als die documenten werkelijk de waarheid vertellen, zal men hem vroeg of laat wel te pakken hebben. Ik ben mijn eerste klerk niet. Ik ga de papieren liever zelf halen. Dat is zekerder. Jazeker, meester. Een ogenblikje, juffrouw. Dat is eigenaardig. Wel, op slot heb je van je leven... De telefoon. En de telefoon
is afgesneden. Oh, ik moet hier weg, absoluut. Help! Oh, gelukkig, Diana. Graag en gezond. Oh, commissaris, waar is de notaris? Dood. Heeft hij juist een kogel door het hoofd gejaagd. Is hij dood? Dus was hij het? Ja, ik weet niet waarom, maar plotseling voelde ik dat u gevaar liep. Ik heb de rechter in de steek gelaten, ik ben in een wagen gesprongen en heb 3 mannen meegenomen. Och, hij had u best kunnen doden. Ja, mijn verklaringen hebben hem vast in de war gebracht. Zijn dubbele leven schenen waarschijnlijk plots heel tragisch en heel gevaarlijk toe. Hij had zeker geen reactie meer. Gelukkig maar voor u. Ja, gelukkig. Een notarisbendeleider. Ja, ik hoor hem nog zeggen hier in deze kamer. Beste commissaris, geloof me of geloof me niet, er is niets dat mij nog kan verbazen. Wel, mij evenmin. Ik zal eerst even telefoneren. De telefoon is gestoord. Gestoord? Ja. Wel, nee, hij heeft enkel op dit knopje gedrukt om de lijn uit te schakelen. Oh. Knap, hè? Dat zou ik ook willen. Hallo, commissariaat van het 8e arrondissement. U spreekt met commissaris Clary in Fontainebleau. Ja, ja, zoals u zegt, arme kerel die met de zaak Le Brouteux hiermee belast is. Ja, ja. Goed, goed. Wel, die arme kerel heeft werk voor u. Een lijk. Inderdaad. Waar? Ach ja, dat is waar ook. De studie van notaris Anton... de studie van notaris Crusoe. Ja, ja, vlak bij de Faubourg Saint-Honoré. En de Rue de Berry. Goed, goed, we verwachten u. Ach, de Parijzenaars denken altijd dat ze slimmer zijn dan de anderen. Nog onder de indruk, juffrouw Diane? Ik denk dat ik het gevonden heb. Wat hebt u gevonden? Voor wie Jacqueline Le Brouteux heeft getracht in te breken. Voor eigen rekening, commissaris. Die 2 moorden die mijn haar en haar broer in de schoenen trachten te schuiven, hebben haar ogen geopend. Ze heeft gedacht, mijn vader heeft ontdekt wie hier achter steekt. Als ik die papieren vind, kan ik me dus verdedigen. Voor mij is het meest verbazende van die hele geschiedenis dat... Dat Le Brouteux zijn dossier aan de bendeleider toevertrouwd heeft, nietwaar? Nee, dat die bendeleider ook een eerlijk notaris was. Hij aanvaardt een verzegeld omslag van zijn slachtoffer en bewaart het hier... Inderdaad. En hij vermoordt 2 mensen om de hand te leggen op een dossier dat hij in zijn eigen koffer heeft. Wat zegt u daarvan, commissaris? Ontzettend. Ontzettend. Zoals Weilen Antonio zei, er is niets dat mij nog kan verbazen.